Welkom op de digitale ouderinfoavond van Campus Botaniek. Graag stellen wij u het directieteam voor, meneer Krone, onze directeur, en mevrouw Rutte, onze adjunct-directeur. De secretariaatsmedewerkers voor de tweede graad zijn mevrouw Van de Poel voor TSO en mevrouw Koetsjan voor BSO. Op tijd komen vinden wij zeer belangrijk op onze school. Wanneer je kind toch te laat komt, vragen wij om de school te verwittigen voor 8:30. Wanneer je kind meer dan één lesuur te laat komt, wordt dit geregistreerd als een onwettige afwezigheid. Vanaf de vierde keer te laat op school zal uw kind zich de volgende dag om 8:00 moeten aanmelden. Jullie worden hier uiteraard van op de hoogte gebracht. Indien je kind afwezig is, vragen wij om dit te melden voor 8:30. De wettiging moet afgegeven worden zodra je kind terug aanwezig is op school. Wij vragen ook om, indien mogelijk, afwezigheden vooraf te melden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een trouw, begrafenis enzovoort. Uw kind heeft op de eerste schooldag 4 afwezigheidsbriefjes meegekregen die je als ouder kan gebruiken om de afwezigheid te wettigen. Deze briefjes kunnen gebruikt worden voor afwezigheid tot maximum 3 opeenvolgende kalenderdagen. Indien je kind langer afwezig is, hebben jullie dus een doktersattest nodig. Dit schooljaar zal helaas een beetje anders verlopen door coronamaatregelen op onze school. Momenteel is code geel van kracht. Dit wil zeggen dat iedereen fulltime naar school kan komen. Van zodra code oranje zou ingaan, zullen de leerlingen vanaf de tweede graad slechts week om week naar school komen. Aanvullend zullen zij wel afstandsonderwijs kunnen volgen. We verwachten van je kind dat het 2 propere, herbruikbare mondmaskers per dag bij heeft en correct opzet, zowel over mond als neus. Enkel tijdens de lessen LO, op de speelplaats of met een medisch attest is het niet verplicht het mondmasker te dragen. Uiteraard verwachten wij wel dat er dan voldoende afstand van elkaar wordt gehouden. Onze ramen zullen tijdens de les openstaan, dus een dikke trui is aangewezen. De pauzes worden buiten doorgebracht, dus voorzie bij regenweer zeker een regenjas of paraplu. Zolang er geen code groen is, mogen uitstappen dit schooljaar niet doorgaan. Reeds betaalde voorschotten zullen op een volgende schoolrekening worden terugbetaald. Kunnen jullie er alstublieft bij jullie zoon of dochter mee op aandringen dat de maatregelen zo strikt mogelijk worden opgevolgd? We merken dat dit voor heel wat leerlingen moeilijk verloopt op de speelplaats, in de gangen en voor of na schooltijd. Daarom vragen we ook dat de leerlingen na schooltijd meteen naar huis gaan en niet rond de school blijven hangen. Op deze manier hopen wij dat al onze leerlingen het hele schooljaar fulltime naar school zullen kunnen gaan. Onze communicatie gebeurt via verschillende kanalen. Ten eerste hebben wij een sms-systeem. Voor de meest dringende en belangrijke zaken kunnen jullie een sms'je ontvangen van het secretariaat. Daarnaast hebben wij ook onze schoolwebsite www.babotaniek.be. Daarop vind je allerlei belangrijke informatie, zoals onder andere het welkompakket. Dit welkompakket is nieuw sinds dit schooljaar. Jullie hebben hier enkele documenten kunnen invullen en kunnen hierop informatie raadplegen. De Patat is onze eigen digitale schoolkrant. Hierop vind je schoolbrieven, verslagen en foto's van activiteiten terug. Onze school heeft ook een eigen Instagram-account waarop foto's en meldingen gedeeld worden. Ten slotte hebben wij ook een Smart School account voor jullie. Dit is ons digitaal leer- en communicatieplatform. Zowel de leerlingen als de ouders hebben een account. Hiervoor heb je een login nodig. Voor de nieuwe ouders zou deze per sms zijn verstuurd. Indien je deze logingegevens toch niet hebt ontvangen, kan je de school steeds contacteren. Op Smart School kan je alle resultaten van je kind raadplegen, maar ook de digitale agenda opvolgen en het leerlingvolgsysteem bekijken met informatie over wat er allemaal op school is gebeurd en de afwezigheden. Omdat wij gebruik maken van Smart School,
hebben wij ook een Smart School protocol. Dit zijn een aantal regels en afspraken die het gebruik van Smart School een beetje duidelijk maken. Deze regels gelden voor zowel leerkrachten, leerlingen als ouders. Wij verwachten van de leerlingen dat zij elke dag hun Smart School bekijken, dat ze hun digitale agenda raadplegen voor de toetsen en taken en het mee te brengen materiaal, dat ze hun resultaten in score raadplegen en hun eventuele berichten opvolgen. Dit wil echter niet zeggen dat ze 24 uur op 24 beschikbaar moeten zijn. Aan de ouders vragen we ook dat ze minstens één keer per week naar Smart School kijken, dit ook om berichtjes te lezen, studiehouding en resultaten van taken en toetsen op te volgen. Berichten die na schooltijd worden verstuurd voor de volgende dag hebben geen geldingskracht. Het beantwoorden van berichten hebben wij graag binnen de 48 uur. Dit geldt zowel voor leerlingen als leerkrachten als ouders. Opdrachten die tegen de volgende dag moeten uitgevoerd worden, worden ook steeds in de les gecommuniceerd en in de digitale agenda genoteerd. Moesten er thuis technische problemen zijn, kan je steeds een briefje schrijven en meegeven aan je kind, zodat ook wij weten dat dit het geval was. Als leerkrachten punten vrijgeven, gebeurt de publicatie onmiddellijk bij je kind. Bij de ouders komt de melding pas 24 uur later, zodat je kind zelf eerst de kans heeft om de resultaten met u te bespreken. Wij geven 4 maal per jaar een rapport mee. 2 maal een tussentijdsrapport en 2 maal een definitief dagelijks werkrapport. Dat definitief dagelijks werkrapport telt mee op het einde van het jaar. De leerlingen van TSO hebben ook nog 2 examenrapporten. Ook krijgen ze 4 maal een attituderapport mee naar huis. Dit is geen cijferrapport, maar hier wordt gewerkt met beoordelingen, voldoende of onvoldoende. Onze schoolattitudes zijn de sterkattitudes. De S staat voor stiptheid, op tijd komen en in orde zijn. De T voor teamgerichtheid, samenwerken met anderen. De E van empathie, behulpzaam zijn en meelevend kunnen zijn. De R van respect, op een beleefde en respectvolle manier met anderen kunnen omgaan, maar ook de klas- en schoolregels respecteren. De K van kracht, voor gemotiveerd en leergierig zijn. Vanaf de tweede graad is er een SODA-attest gekoppeld aan het attituderapport. Met het SODA-attest willen we leerlingen erkennen en belonen voor de inspanningen die ze leveren. SODA staat voor stiptheid, orde, discipline en attitude, wat overeenkomt met onze schoolattitudes. Na ieder dagelijks werk is er een oudercontact. Door de coronamaatregelen op onze school zullen deze voorlopig digitaal doorgaan. Je kan dan via Smart School een afspraak maken bij de leerkrachten of leerlingenbegeleiding die je dan wenst te spreken. Op onze school vinden wij het ook heel belangrijk dat leerlingen en ouders mee deelnemen aan het schoolgebeuren. Voor leerlingen kan dit door lid te worden van de leerlingenraad of door deel te nemen aan een aantal middagactiviteiten. Ook organiseren wij om de 2 jaar een podium of een Paramundo-project. Wat er dit schooljaar exact kan doorgaan, weten wij helaas nog niet. Dit jaar zal het aanbod iets beperkter zijn. De ouders kunnen dan weer lid worden van de ouderraad, waarin ze ook hun zegje hebben over het schoolgebeuren. Indien u nog vragen heeft over informatie uit het filmpje of over andere zaken, kan je in een Google Meet terecht bij de leerkrachten van het klasteam. Als je ook andere leerkrachten wenst te spreken, kan je uiteraard later de school contacteren of een berichtje versturen via Smart School. Alvast bedankt om te luisteren. Welkom op deze presentatie van de leerlingbegeleiding op Campus Botaniek. Even een woordje uitleg over wie wij zijn en uiteraard ook wat wij doen.
In ons team werken 4 leerlingbegeleiders. Hier ziet u een foto van ons allemaal. Aan de linkerkant ziet u Diane Kokkelkoren. Zij werkt halftijds als leerlingbegeleidster in het secundair onderwijs en halftijds in HBO 5. Dit zal tot februari zijn, dan mag zij met pensioen. Daarnaast staat Els Staats. Zij werkt halftijds als zorgcoördinator en halftijds als leerlingbegeleidster. Daarnaast ziet u Kelly Schippers. Zij is sinds dit schooljaar gestart als leerlingbegeleidster. Ze zal dit voorlopig 10% doen en 90% nog als leerkracht werken. En vanaf februari neemt zij 60% op als leerlingbegeleiding en de resterende tijd als leerkracht. En daarnaast ziet u Anke Batens. Zij werkt voltijds als leerlingbegeleidster. Nu, leerlingbegeleiding, wat houdt dat net in? Wij werken als studiebegeleider, socio-emotionele begeleider en wij werken met leerhindernissen. Wat verstaan we onder studiebegeleider? Wij helpen bij de studiekeuze en wanneer er problemen zijn met motivatie. Op socio-emotioneel vlak zijn wij eerst en vooral een luisterend oor. Daarnaast gaan wij doorverwijzen naar externe organisaties wanneer nodig. Bij spijbelgedrag gaan wij ook de nodige stappen zetten om dit op te volgen. Als ook bij pestproblematieken. Centraal staat eigenlijk dat wij aandacht geven aan het welbevinden van de leerlingen. Als we kijken naar leerstoornissen, dan zien we dat hier op Campus Botaniek heel veel onder basiszorg valt. Wanneer komt een leerlingbegeleider daaraan te pas? Dat is als er specifieke noden zijn. Nu, u hoort het, wij als leerlingbegeleiding werken hier op school niet alleen. U ziet hier op de print dat we samenwerken met onder andere secretariaat, CLB, de leerling zelf, klasgenoten, de lagere school voor de eerste graad, de leerkrachten. Op de klassenraden wordt er heel veel besproken. Maar dan ziet u linksonder ook staan dat ouders hier heel belangrijk zijn. Vandaar vragen wij ook wanneer er iets is of u hebt vragen, mail ons gerust. Dat kan op het Bea Botaniek mailadres, de voornaam, achternaam van de leerlingbegeleider. U kan een Smart School bericht sturen of u kan ons gewoon telefonisch bereiken. Dankjewel. Dag beste ouders. Dit jaar gaat onze school van start met een Chromebook-project. In dit korte filmpje zal u uitgelegd worden wat dit project net inhoudt en waarom we deze Chromebooks net gaan aanbieden aan onze leerlingen. We zijn dit project aangegaan omdat we aan al onze leerlingen een budgetvriendelijke oplossing willen aanbieden om ook thuis digitaal aan de slag te kunnen gaan. Net om deze reden zal het ook mogelijk zijn om dit toestel maandelijks af te betalen. Verder hebben we gekozen voor Chromebooks omdat we hier zeker zijn van een degelijke kwaliteit en omdat deze ook vaak een stuk kleiner zijn dan de meeste laptops. Wanneer u een Chromebook zou aanschaffen, kan u ook zeker zijn van een heel goede verzekering. Ten slotte heeft de Chromebook ook een zeer lange batterijduur. 8 à 10 uur werken zonder opnieuw te moeten opladen is zeker mogelijk. Verder willen we nog wel even vermelden dat een Chromebook aankopen niet verplicht is. We willen er als school gewoon voor zorgen dat alle leerlingen thuis digitaal aan de slag kunnen en op deze manier willen wij een budgetvriendelijke oplossing aanbieden. Het zal dus ook niet de bedoeling zijn dat leerlingen die een Chromebook aankopen, deze elke dag mee naar school toenemen. Dit is het toestel dat wij aan onze leerlingen gaan aanbieden. Zoals u kan zien is het mogelijk om het toestel maandelijks af te betalen of het gewoon in één keer te kopen. Verder kan u nog kiezen tussen of 34 maanden garantie of 46 maanden garantie. Let wel op, dit zal er wel voor zorgen dat de prijs lichtjes verandert. Voor dit Chromebook-project zal onze school gaan samenwerken met het bedrijf The Rent Company. Het zal ook dit bedrijf zijn dat jullie de garantie zal bieden voor 34 of 46 maanden. Deze garantie heet het Easy for You abonnement. Dit houdt in dat je het toestel maandelijks kan aflossen of meteen kan aankopen. Dat zij een vervangende Chromebook zullen verzorgen indien er iets moet gerepareerd worden. Dat alle services en leveringen op school zullen doorgaan. Dat er ook een dekking zal zijn wanneer er schade is aan de Chromebook of wanneer deze gestolen wordt. En tenslotte zal u de Chromebook ook kunnen aankopen en maandelijks afbetalen zonder het voorleggen van bepaalde documenten.
Vanaf volgende week zullen alle ouders een bericht krijgen met alle extra informatie in verband met de Chromebooks en het bestellen van deze toestellen. Wanneer u interesse heeft, zal u in de flyer bij dit bericht moeten klikken op de inlogcode. Daarna zal u gewoon volledig zelf uw Chromebook kunnen aankopen. Deze Chromebooks zullen daarna geleverd worden op school en zo verdeeld worden naar de leerlingen die er één besteld hebben. Vanaf volgende week zal iedereen dus een bericht krijgen via Smart School met extra informatie over zowel het toestel als het bestellen hiervan.